Wij weten alles over onze houdbare sinaasappelsappen. En vanaf nu kun je de reis volgen die jouw sinaasappelsap heeft afgelegd. Ei, agora eu tenho sua atenção. Esse é o Palmar, de onde vem o seu produto. Albert Heijn verkoopt meer dan 3,1 miljoen liter houdbare sinaasappelsap per jaar. De sinaasappels komen allemaal van de plantages van LDC Juice uit Brazilië. Op die plantages werken in totaal 5500 mensen. Een van die medewerkers is Marileide. Eu me chamo Marileide, trabalho aqui há 12 anos. E a gente sabe que o nosso trabalho, se nós fazer o nosso trabalho certo, lá vai chegar com qualidade, né? É um trabalho pesado, mas eu acho que o trabalho como qualquer outro, né? Mas aqui para mim, só pelo prazer que eu faço no meu trabalho, eu não acho que é com sacrifício. Eu tenho prazer de fazer o que eu faço e a minha vida eu levo normal como qualquer outro, que eu chego em casa, eu não chego cansada, eu chego em casa, eu cuido dos meus filhos final de semana, eu saio para forró, me divido, faço churrasco, então para mim não é pesado. Pesado quando você chega e deita, né? Mas não, eu chego em casa, eu danço, eu faço minhas coisas dançando. E é um prazer, né, a gente saber que isso aqui passou pelas nossas mãos e chegou com toda a qualidade, né? A fruta de RFA, quando chega na nossa fábrica, ela é recepcionada na portaria e ela recebe um lote diferenciado, um cartão diferenciado das outras frutas. E com isso, ela vem para a fila da descarga e é posicionado no jogo de rampa dedicado para o RFA. Este é o laboratório preliminar. Aqui nós realizamos as análises de toda a carga descarregada, onde são coletadas as amostras início, meio e fim de cada carga. Desta amostra, nós extraímos o suco e realizamos as análises preliminares. Aqui na extração, nós temos linhas dedicadas para a fruta RFA. Aqui é onde é feita a lavação da fruta, a classificação e, posteriormente, é extraído o suco da laranja. O suco, depois que sai da extração, ele entra no evaporador e no evaporador é feita a concentração de suco. Ele sai, ele chega natural e sai concentrado. O suco que sai do evaporador vem para os tanques Blader para homogeneizar. Depois que o tanque está cheio, é feita a análise, depois liberado para armazenar em tanque farm. Este tank blender é retirado a amostra do produto final já concentrado e vem para este laboratório para as análises físico-químicas e microbiológicas. Aqui garantimos a qualidade do nosso produto e a satisfação de nossos clientes. O suco, após ser liberado no tanque blender, ele é armazenado nos tanques farms à temperatura adequada. Recepcionamos através de carretas que vem das quatro unidades fabris que nós temos hoje. Todo veículo é pesado para conferência do peso de saída. Sem problemas, ele segue para sua descarga. Na sua descarga é verificado toda a condição do veículo, se tem qualquer anomalia, irregularidade. Da descarga, o processo vai para armazenagem. De novo, não tem nada melhor do que ver aquilo que você trata com carinho, chegar no destino final e ser consumido. Wat uiteindelijk hier in Gent gebeurt is, het schip komt toe vanuit Santos met ongeveer 30 miljoen liter fruitsap aan boord. Wij gaan ervoor zorgen dat de losslangen aan de boot aangekoppeld worden en dan nemen wij hier vanuit de terminal de controle van het schip over. Achteraf, eenmaal dat het product opnieuw bij ons in de tanks opgeslagen is, gaan wij er steeds voor zorgen dat het product onder ideale omstandigheden bijgehouden wordt. Totdat de klant eigenlijk de fruitsap oproept om af te halen.
Wij doen tijdens de belading ook steeds een kwaliteitscontrole. Om zeker te zijn dat het product steeds aan de klant zijn parameters beantwoordt. Het is een mooi product waar eigenlijk veel meer achter zit dan de mensen denken. En ja, dat vind ik eigenlijk tof aan mijn job. Op het moment dat de vrachtwagen bij ons binnenkomt, wordt het concentraat natuurlijk eerst getest op de kwaliteit. Als het goed is gekeurd, dan wordt daar vitamine C bij toegevoegd. Als het allemaal goed is gegaan, dan wordt het concentraat doorgestuurd naar de mixer en de vuller. Als dat in de mixer zit, dan wordt er water bij toegevoegd met de juiste mengvouding. Zodat de sap eigenlijk weer hetzelfde wordt als in het voorheen in Brazilië, als het net vers geperst is eigenlijk. Als de mengvouding goed is, dan worden ze vervolgens gevuld in petflessen die wij zelf blazen bij de vuller. Dat doen we door middel van kleine preforms die dan uiteindelijk grote petflessen worden. En dan wordt ze gevuld met het eindproduct. Als het eindproduct is gevuld in het fles, dan krijgen ze vervolgens een mooi etiketje bij de etiketteerder. Dat wordt doorgestuurd met lopende banden van de vuller naar de etiketteerder toe. Als ze een mooi etiketje hebben, dan worden ze vervolgens verpakt in een multipakverpakking. En als ze gestapeld worden, dan wordt ze doorgestuurd naar de vrachtwagen om te laden. En zo gaat dat doorgestuurd worden naar de klant. Trucks come here every day. We take the juice from the trucks and put on to directs. Every day when I come to the work, I take the cars, put the juices on this, and when I leave, the juices go to the shops for clients. Je weet nu de sappige details van onze houdbare sinaasappelsap uit Brazilië. En je kunt zelfs een like, foto of persoonlijk bericht sturen naar de telers met Like to Farmer.